Een ramp treft ons per definitie op het moment dat we daar niet op voorbereid zijn. Toch is het devies van de overheid: denk vooruit. Logisch. Maar hoe kun je je eigenlijk voorbereiden? En als het al zover is, kun je die ramp dan de baas worden? Ton Schoot uit de Kamp legt uit hoe je je kop erbij houdt bij een milieuramp. Oela Pape is opgeleid om bij humanitaire rampen in actie te komen. En Elmer Sterke kijkt naar financiële rampen en vergelijkt ze met het weer. Je wordt een ramp de baas, ik denk vooral door heel goed na te denken over wat er zou kunnen gaan gebeuren. Maar vooral ook door de kop erbij te houden. Ton Schoot Uiterkamp is hoogleraar op het Centrum voor Energie en Milieukunde. Volgens hem is er strikt genomen een verschil tussen milieurampen, die de mens zelf veroorzaakt, en natuurrampen, waarbij de oorzaak buiten de mens is te zoeken. Maar meestal is er sprake van een combinatie van natuurlijke en menselijke oorzaken. Doordat wij met zeer grote aantallen op relatief klein aantal plaatsen bij elkaar wonen, kun je zogenaamde ketenrampen krijgen. Iets wat klein begint, maar vervolgens groot eindigt. Als voorbeeld noemt Schoot Uiterkamp de ramp in Tsjernobyl in 1986. Menselijke fouten leidden toen tot een explosie en een brand in een oude kerncentrale. In de Tsjernobylse atoomcentrale is een avarie. Het resultaat was een enorme uitstoot van radioactiviteit op een schaal die de mens nog nooit had meegemaakt. 400 maal die welke vrijkwam bij Hiroshima. Het is echt niet te geloven hoeveel radioactiviteit daarbij is vrijgekomen. Maar het gevolg is dat tot in Noord-Zweden toe en in delen van Rusland toe, ver van Tsjernobyl af, de bodem gecontamineerd raakte met bijvoorbeeld cesium-137, waardoor bijvoorbeeld nu nog in Noord-Lapland mensen voorzichtig moeten zijn met het eten van rendiervlees. Dus daar is de bodem gecontamineerd geraakt op een manier die totaal niemand had kunnen voorzien dat die ooit verontreinigd zou raken. Ook Nederland kreeg te maken met de gevolgen van de ramp in Tsjernobyl. De manier waarop toenmalig minister Winsemius de kop erbij hield, is volgens Schoot Uiterkamp een voorbeeld van hoe je een ramp de baas wordt. Hij liet zich omringen door een aantal ter zake deskundigen. En binnen een paar uur tijd heeft dat team besloten wat er moest gaan gebeuren met het vee. Het vee moest worden binnengehaald. Er werd een norm ontwikkeld voor radioactiviteit in melk en in vlees. En die norm is er op de dag van heden niet veranderd. Men heeft geen paniek gezaaid. Men heeft mensen niet onnodig bang gemaakt. De minister maakte duidelijk dat het een situatie was waar men zich over bezorgd moest maken. Maar hij veroorzaakte ook geen onnodige paniek. Een laatste belangrijke tip. Leer van vorige rampen. Alle chemische industrieën ter wereld krijgen een bericht wanneer er ergens met een installatie iets fout gaat. Om vervolgens te kijken naar hun eigen installatie om te zien of dat ook daar zou kunnen optreden. De luchtvaart doet hetzelfde. Als er ergens een vliegtuig neerstort, het eerste wat men wil is de zwarte dozen opsporen, kijken wat de oorzaak was en kijken of men daaruit kan leren om de volgende ramp als het ware te vermijden. Na een grote ramp wordt eigenlijk direct een soort coördinatie opgezet. Er wordt geprobeerd om tussen die verschillende organisaties die dan daar naartoe te gaan, om dan een goede samenwerking op te zetten en ook met lokale partners te werken. Oela Pape heeft de masterstudie NOAA gevolgd, wat staat voor Network on Humanitarian Action. De studie is een samenwerking tussen 7 universiteiten in Europa en leidt professionals op die bij rampen en crisis weten wat er moet gebeuren. Bij de studie gaat het dus over de voorbereiding van mensen die bij humanitaire organisaties willen werken. En we hebben dus heel verschillende vakken, bijvoorbeeld geopolitiek, antropologie, ook psychologie. En al deze vakken die worden gegeven van het oogpunt humanitaire hulpverlening. Dus je kijkt welke context werken humanitaire organisaties, wat moet je weten in een humanitaire crisissituatie. Na het voltooien van haar master doet Pape nu onderzoek naar aidsbestrijding in Rusland. Ze bezoekt daarvoor geregeld verschillende internationale organisaties die zich inzetten voor de strijd tegen aids. Dat is allemaal informatiemateriaal.
Wat ik heb verzameld van HIV-AIDS-organisaties in Rusland. Dit hier, dat is dan speciale informatie. Bijvoorbeeld bij een spuitenproject. Er worden dan zulke foldertjes uitgedeeld aan drugsgebruikers. Die krijgen informatie over problemen waar ze mogelijk tegenaan lopen. Wat is de omvang van het probleem in Rusland? Er zijn er nu op dit moment ongeveer 1 miljoen mensen die besmet zijn met HIV-AIDS. Er komen nog steeds heel veel mensen bij ieder jaar. Dus het is een heel erg snel stijgende epidemie. En het dreigt nu ook dat de epidemie in de, gewoon over de hoogrisicogroepen uitgroeit naar de algemene bevolking. Dat is de slogan van een campagne. Het heet Realizuj svoje pravo na zdravje. Realiseer je recht op gezondheid. Dit hier is een folletje van een organisatie in Tomsk. Ik vind het een hele leuke organisatie. Ze doen namelijk heel veel verschillende projecten. En die mensen die je hier ziet, dat zijn allemaal medewerkers. Ik heb ook interviews gevoerd en ik heb ze een beetje gevraagd over wat ze doen en wat de moeilijkheden zijn die ze tegenkomen. Als je kijkt naar AIDS in Rusland, kan je dan spreken van een ramp? Ik denk het is eerder een stille crisis die zich ontwikkelt over een lange tijd. Maar die uiteindelijk nog rampzalig kan zijn dan een ramp die plotseling ontstaat. In het wereldwijde financiële systeem is alles en iedereen met elkaar verknoopt. De onderlinge afhankelijkheid is zo groot dat een financieel probleem voor een kleine groep al snel kan uitlopen op een crisis voor een veel grotere groep en uiteindelijk een ramp voor een groot gedeelte van de wereld. Vanochtend een band met bewolking van zuid naar noord over het land. Mooi weer vandaag. Wanneer zo'n financiële ramp plaatsvindt is moeilijk van tevoren te zeggen. De verbanden zijn volgens econoom Elmer Sterke zo ingewikkeld dat je het kunt vergelijken met het weer. Ja, ik denk dat het weer even onvoorspelbaar is als de economie. Computermodellen kunnen natuurlijk een heleboel bijdragen. Maar het blijkt nog steeds dat zowel het weer als de economie moeilijk te voorspellen zijn. Kijk, het is inderdaad prachtig weer vandaag. Dus dit is een goede voorspelling? Ja, het is prima voorspelling geweest. De bekendste financiële ramp is nog steeds die van de jaren 30 van de vorige eeuw. De ramp trof vooral de Verenigde Staten en Duitsland, maar liet zijn sporen wereldwijd na. Sinds die tijd hebben zich over de aardbol telkens wel weer nieuwe financiële rampen voorgedaan. Ik denk een mooi voorbeeld is de Azië-crisis van 12 jaar geleden. Waardoor een groot aantal Aziatische economieën echt zwaar in de problemen kwamen. Daar zijn uiteindelijk mensen overleden vanwege hongersnood door de financiële ontwikkeling. Dus daar zie je heel tastbaar wat zo'n ramp met een economie kan doen. Hoe word je zo'n ramp de baas? Ja, echt de baas zul je het nooit worden, omdat er altijd die ramp voltrekt zich altijd onvoorspelbaar. En dus echt de baas zul je het nooit worden. Je kunt het nooit voorkomen, laat ik het zo zeggen. Je kunt wel beter beleid voeren als de ramp je overkomt. En hoe doe je dat? Nou ja, je kunt dankzij beter toezicht, betere kennis ook over de financiële sector. We weten beter hoe banken in elkaar steken, althans dat denken we, dan in de jaren 30. Kun je dus ook beter beleid voeren. Je kunt die banken sneller weer gezonder maken. Dus eigenlijk gewoon zoveel mogelijk kennis? Kennis is heel belangrijk. Ja, kennis en toezicht op die bankensector. Je moet wel goed weten wat er aan de hand is in die financiële wereld. En ik heb de indruk dat met name de laatste 10 jaar nogal een beetje verwaterd is. De kennis over de financiële sector. In de politiek, in het bedrijfsleven, in het toezicht, eigenlijk overal. Zoals bij alles kan ook een financiële crisis uiteindelijk belangrijke voordelen opleveren. Ik denk eens in de zoveel tijd dat je in economisch slecht weer komt, dat is in principe geeft dat een reinigende werking voor een economie. Dan ruim je de zaak weer eens even op. Ja, dat is denk ik wel goed. Mensen gaan nadenken over wat er nog echt nodig is. Ook dat, en men wordt weer creatief. Onderzoek heeft dat ook uitgewezen, dat de meeste uitvindingen gebeuren vaak in een recessieperiode. Ziet u dat nu ook? Ik zie het eerlijk gezegd nu nog niet om me heen, maar we zijn ook pas eigenlijk sinds oktober vorig jaar in het zware weer beland.